Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTok-pagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Sranantori. Ik sta vandaag bij Osseer om een gesprek te voeren met de woordvoerder van de Nationale Democratische Partij, de heer Ricardo Panca. Om gelijk met de deur in huis te vallen. We hebben vernomen dat er binnen de NDP een strijd heerst omtrent wie de NDP-voorzitter zal zijn, de presidents- en de vicepresidentskandidaten en andere belangrijke functies. Klopt dat? Nee, er is geen strijd. Mm-hmm. Er zijn ambities, er is wat anders. En dat is gezond. Om ambities te hebben als je in de politiek zit of als je in een organisatie zit. Op school heb je ook ambities om verder op te klimmen, over te gaan, noem maar op, om wat in de maatschappij te kunnen worden. Maar binnen de NDP op dit moment maken wij ons klaar voor de aanstaande interne verkiezingen, waardoor dus het mogelijk is voor het kader of voor leden van in elk geval de structuren om hun ambities kenbaar te maken. Ja. En heeft de partij een officiële kandidatenlijst voor de functies? Als ik het op dit moment zijn we in de voorbereiding van de verkiezingen. Dat houdt in dat we binnen alle districten ons klaarmaken om deel te nemen aan de interne verkiezingen. En dat zal dus dan op een zodanige wijze geschieden dat mensen in de districten zich kunnen opgeven of dat ze kunnen aantonen dus dat ze belangstelling hebben om zitting te nemen in de gekozen structuren. En binnen onze organisatie is dat de subafdeling in de afdeling en het hoofdbestuur als hoogste structuur. Als het gaat om het bestuur, is de heer Abrahams momenteel de voorzitter van de partij? Op dit moment is hij de waarnemend voorzitter van de NDP en geeft dan als zodanig leiding aan de dagelijkse activiteiten van de partij, maar ook dus de activiteiten, de voorbereidingen die genomen moeten worden voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen. En wat is de status van de bestuursverkiezing? Dat betekent dus dat huidig bestuur, hun zittingstermijn, is al geëxpireerd. En dat betekent dus dat er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. En op dit moment is er een verkiezingscommissie die al een poosje geleden is geïnstalleerd, drukdoende om de voorbereidingen samen met de afdelingen te treffen. Okay, maar u weet nog niet wanneer die verkiezing zou plaatsvinden? We willen het zo snel als mogelijk houden. Als het lukt, misschien binnen 2 maanden. Maar dat horen dus we officieel ook van de verkiezingscommissie, omdat zij het voorbereidend werk moeten doen. Oké. Ik wil teruggaan naar die ambities. We hebben vernomen dat er mensen zijn, of dat er kamp Simons is, kamp Abrahams en kamp Adin. Ik heb ook vernomen dat er ontevredenheid bestaat over de positieinvullingen. Is dat zo? Over haar positie in? Dat er ontevredenheid bestaat over de positieinvullingen. Is dat zo? Oh nee, kijk, geruchten ze altijd hebben. Toch? En sommige van de geruchten, die zullen natuurlijk van buitenaf gevoed worden. Want we zijn ook op social media, we zien allemaal wat er gebeurt. Wij zitten in één hoofdbestuur.
We geven leiding aan de partij. En we zijn bijkans wekelijks bij elkaar. Van kampen is er geen sprake. Er zullen natuurlijk mensen zijn die meer of de voorkeur geven aan bepaalde leden in de organisatie. Maar dat is denk ik niet abnormaal, toch? Alleen moet het natuurlijk niet gaan leiden tot een situatie waarbij je tegenover elkaar gaat staan. En dat is niet op dit moment wat er speelt in de organisatie. Wij zijn zoveel mogelijk gefocust op wat er gedaan moet worden binnen de organisatie, 1, 2, maar ook naar de algemene verkiezingen toe. Ja. Ik wilde het ook even hebben over, er is nog geen voorzitter, officiële voorzitter. Zou dat het registreren bij het OKB niet verhinderen? Nou, laat me er dit van zeggen. In eerste instantie was het bekend, dus dat middels de ALV wij daarin hebben geprobeerd, of dat niet geprobeerd, maar dat wij het besluit hebben genomen om onder de huidige omstandigheden door te gaan, het bestuur, tot en met 2026. Omdat het huidige bestuur tot nog toe wordt voorgezeten door de heer Boutersen. Totdat er een nieuw bestuur is met een nieuwe voorzitter. Maar vanwege zijn afwezigheid zal dat een vraagstuk kunnen zijn om bij de registratie bij het Centraal Hoofdstembureau, kan het mogelijk leiden dus tot een vraagstuk. Na de gehouden ALV hebben we het verslag, de notulen, de aanpassingen die zijn gepleegd in ons huishoudelijk reglement met een begeleidend schrijven gestuurd naar het OKB. Het OKB heeft middels procesverbaal positief gereageerd. Dat is dus de eerste hobbel die we hebben genomen en na de inzage in het procesverbaal en het resultaat daarvan heeft de leiding van de partij dan het besluit genomen om dan de interne verkiezingen te houden. Dat is dus nu het stadium waarin wij ons nu bevinden. Omdat wij van mening waren dat wij eerst moesten wachten op het resultaat van de aangeboden documenten aan het OKB. En als dat dus positief was bevonden, dan gaan we naar stap 2. En dat is dus dan het houden van de interne vergadering. Dat betekent dat er een nieuwe voorzitter zal worden gekozen. Ja. Dus dan, op uw vraag, zou ik dan moeten zeggen van, er zal dan geen vraagstuk zijn. Okay. Over de heer Boutersen gesproken, weten allemaal hoe het met hem is afgelopen. Schaadt het het imago van de partij niet dat hun voormalige voorzitter voortvluchtig is? Dan moet u me, ja, wat moet ik zeggen? Ik zal zeggen nee. Als wij dus kijken naar de groei van de organisatie op dit moment, komende vanuit een dip, het verlies van 10 zetels, terug naar de oppositie als coalitiepartij, dan begrijpt u dus dat in de organisatie er toch wel gevoelens waren van, ja, hoe is het zover gekomen? Maar dat heeft ons heel ernstig bezig gehouden. Vandaar dus dat we eerst intern orde op zaken zijn gaan stellen. En alvorens we naar buiten treden. En als ik kijk dus naar de ontwikkelingen nu, dan kan ik u zeggen dat de partij juist aan het groeien is. Mensen die weg zijn gegaan, komen terug. Het kader dat vertrokken was, komt terug. Mensen sluiten zich aan. Dus imago schade is op dit moment helemaal geen sprake.
Is het waar dat er gesprekken zijn gevoerd met de heer Misikaba om hem terug te krijgen binnen de partij? U moet mij ontslaan van de verplichting om daarop antwoord te geven, maar ik kan wel zeggen dat het bestuur, dagelijkse leiding van de partij, dat er gesprekken zijn geweest, ja. Er wordt beweerd dat de NDP infiltranten binnen de NPS heeft gestuurd om de NPS over te nemen. De geruchtenmachine, die is heel zwaar aan het werken. Specifiek over de heer Atompai en de heer Hellings. Ik heb vernomen dat NDP'er Juriaantje had voorspeld dat die ondervoorzitter en voorzitter kunnen worden. Wat is uw reactie daar? Ik heb daarop geen antwoord. Ze zijn geen leden van de NDP geweest. Dat hebben ze ook publiekelijk gezegd. Ja? Het is nu pas dat ze een partij aanhangen, zoals ik het heb gehoord. Maar het contact met die heren is niet van die aard dat wij op politiek niveau met elkaar aan tafel zitten, toch? Dus ik kan die geruchten naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Ja. Ziet u een samenwerking tussen de NDP en de NPS na 25 mei? De Nationale Democratische Partij is een partij die altijd open staat voor samenwerking. Niet iedereen wil met ons samenwerken, maar no dice. Wij staan wel open voor samenwerking en dat is ook in het verleden bewezen. We hebben met diverse partijen een combinatie gevormd, een regeringscombinatie gevormd. En in die hoedanigheid hebben we dus ook vaker ook met andere politieke partijen, zij het met exponenten vanuit die politieke partijen, die zijn komen ondersteunen in de regering, in het bestuurlijke. Dus op uw vraag kan ik antwoord geven door te zeggen van wij staan open om met alle politieke partijen te praten. Samenwerking is wat anders. Te praten, omdat, kijk, samenwerking kun je vooraf onderhandelen, maar uiteindelijk zal het behalen van zetels een cruciale rol spelen in de voortzetting van zo'n samenwerking. Over de verkiezingen gesproken, het OKB heeft politieke partijen gewaarschuwd dat er strakker gelet zou worden op bijvoorbeeld de statuten, het huishoudenreglement enzovoorts. Voldoet de NDP wel aan alle vereisten? Ja, dus dat heb ik dus al aangegeven, dat wij, ik zal niet zeggen glansrijk, maar dus dat wij, dat de NDP voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en regelingen. Zoals geconstateerd door het OKB en dus daardoor wij dus nu officieel geregistreerd staan bij het onafhankelijk kiesbureau als politieke organisatie. We hebben vernomen dat de minister van Binnenlandse Zaken de NDP heeft beschuldigd van het in dienst nemen van 23.000 ambtenaren tijdens haar regeerperiode. En de NDP wordt ook beschuldigd van een spookambtenarenbeleid en andere schandalen tijdens haar beleid. Wat heeft u daarop te zeggen? Niet veel. Slechts dat het woord spookambtenaar, dat is iets dat al decennia speelt. Hoe worden mensen spookambtenaren? Dat zou hij moeten definiëren. Dat is niet mijn taak. Het in dienst nemen van ambtenaren, van mensen in de ambtenarij is bij, voor zover ik me kan herinneren, bij elke regering het geval geweest. Ook onder de huidige regering. Alleen heb ik de minister nog geen cijfers zien presenteren om aan te geven, formeel, hoeveel is onder de vorige regering die 10 jaren heeft aangezeten in dienst genomen en hoeveel is onder de huidige regering die 4 jaren aanzit in dienst genomen. Laten we kijken naar het verschil van 10 jaren en 4 jaren. Hoeveel mensen in dienst zijn genomen. Omdat je binnen de ambtenarij een situatie hebt van mensen die
aangenomen worden, maar ook mensen dus die uit de dienst stappen. En bovendien, de grootste ministeries of het grootste aantal ambtenaren die in dienst komen bij ministeries is bij Jespol, onderwijs, volksgezondheid. Daar zijn de meeste mensen die in dienst worden genomen. Dat zijn ook ambtenaren. Toch? Dus we moeten het niet gaan scheiden. De overheid is één en ondeelbaar. Toch? Als ook bij Defensie. Toch? Worden er mensen aangetrokken om in de militaire dienst te gaan, in de politiedienst. Verpleegsters worden aangenomen, onderwijzers en onderwijzeressen. Dat is jaarlijks het geval. En je hebt dus, dan moeten we gaan kijken van hoeveel mensen treden uit het onderwijs ten opzichte van de mensen die binnenkomen. Toch? En dan nog hoor je dat van onderbezetting bij onderwijs, onderbezetting bij de politie en bij andere ministeries. Dus zomaar praten over die heeft zoveel in dienst genomen en spookambtenaren ken ik vanaf ik als jonge man in de overheidsdienst ben getreden. Dus laat hij met de cijfers komen. Meneer Panka, naar hoeveel zetels streeft de NDP? Die vraag krijgen we vaker te horen. Maar we willen bescheiden blijven. Het volk bepaalt wat haar besluit zal zijn ten opzichte van het toekennen van zetels aan politieke organisaties. Maar ik denk dus dat we genoegen zullen nemen met 35 zetels. Tot slot, meneer Panka. Heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Ja, ik denk dat de Arkiman, de Lukuman, dat die partij is zorgen dat hij met een schrift klaar is, dat de verkiezing zal komen. En met de Lukunomo, met de volgende partij, met de joinen partij, de Wansangwe, met de Draaikombaka, je verstaan, ook een ja ondersteuning, peuman, en zorg dat je zand in nou dat je poering en wat hernieuw begin om met je nangasra naar kondre, maar ook toe dat je NDP kan de kan te praten in een nieuw begin voor Sernang. Ook de NDP is dus ready voor de verkiezingen van 25 mei 2025. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u ons gerust een berichtje sturen naar het nummer 84-85-816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.